Zijn de Jan en Nienke nog bij elkaar? Van alle potentiële boerenzoekvrouw koppels dit seizoen, bungelen Jan en Nienke ergens aan de top. Die twee zouden best nog eens bij elkaar kunnen zijn. Ook al moest het gevoel van Nienke tijdens de citytrip nog groeien, relatiespecialist Monika Wardenaar schat zijn kansen hoog in. De relatiedeskundige doet in de nieuwe editie van Weekblad Story haar voorspellingen. Het is overduidelijk voor de City Trip aflevering geschreven, want Boer Geert en zijn Angela, die de tongen flink los smaakten, kwamen er op reis achter dat ze toch geen match zijn, maar. Volgens de deskundigen is het een goede match, mits de fysieke aantrekkingskracht er buiten de camera's om wel was. Maar goed, in ieder geval, Monika geeft Jan en Nienke de beste slagingskans, zo lijkt het. Deze Monika bedacht verschillende menstypes. Ze kan aan de hand van uiterlijk zien wie goed met wie samen kan. Het klinkt de nuchtere mens vast heel zweverig in de oren, en misschien is dat ook wel zo. Maar goed, Jan is volgens haar dus een Mars-Jupiter-type. Aan de ene kant is hij fors, zoals het Jupiter-type, maar hij heeft ook het compacte en gespierde van Mars. En Nienke? Die is een Venus Mercurius, als Venus is zij iets rustiger, en dat zijn blijkbaar elkaars ultieme matches. Zij zijn dus elkaars maximale aantrekking, en dat zie je, redeneert Monika. Aan hem zie je dat hij het liefst constant aan haar zit. Er is dus ook sprake van een fysieke aantrekkingkracht. Oftewel, als je een beetje spiritueel bent, en hierin gelooft, komen Jan en Nienke als beste match uit de bus. Dit zou goed kunnen gaan. Geert-Jan en Karine passen kwamen stiepers niet goed bij elkaar, voorspelt Monika. Daar lijkt ze gelijk in te krijgen. En Annemiek. Vanaf het begin was duidelijk dat Annemiek de verkeerde mannen had uitgekozen. Zo was Steven een Saturnus, Erik en Mercurius, Saturnus en Jelle een Jupitermaan. En volgens Monika zoekt Annemiek juist een stoere man. Oftewel, een Mars. En Bastiaan en Milou dan? Dat zijn allebei actieve, bepalende types, wat nog voor de nodige uitdagingen kan zorgen. Qua fysieke aantrekkingskracht zit het volgens deze expert gelukkig heel goed, iets dat we op de citytrip met eigen ogen konden aanschouwen.